Paul is over there. Over the other side. Paul is helemaal aan de andere kant. En die heeft dus een gouden ring gevonden. Dus ik ben heel blij voor hem. Echt top, 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 top. Super gaaf. So, you staying there or you coming over here? I think I might look around here a little more. That's okay. Well, that's a new day with a new episode of The Toy Soldier with a new guest from the United States of America. You gotta give it the Toy Soldier look. Yeah. Well, today I'm out with Paul Hill, a friend from America. Hello. You've just flown in. You're a pilot, so you're flying in and out of Holland. Yes. And I'm working today, yeah. So this is great. And in the meanwhile, you're metal detecting. So today we made an appointment to do all of this, every inch. Okay. Overlap the coil. Nou, ik zeg welkom bij een nieuw avontuur van de Toy Soldier. Ik heb vandaag de Quest Q60 bij me, want ik had op Facebook neergezet... ik ga met Paul Hill zoeken. Willen jullie in het Engels of gemixt Engels-Nederlands? Nou, dat werd gemixt Engels-Nederlands. So, we're speaking English and Dutch. Gewoon door elkaar heen. Well, you're speaking English and Dutch. Ja, yeah, Paul is only speaking English. And the second question was which detector I should take. Well, we have the Minelab. He's always searching with his Minelab. You got two Minelabs? Yeah, I have this, the CTX and the E Track. Well. Oh, okay. You got three Minelabs: E Track, CTX, and the Equinox 800. 800. And I'm today with Quest Q60, and we hope of some goodies, and we hope that the rain stays away. It's not the heat of Florida, so I'm enjoying it already. Ik ga niet te veel wrijven of andere gekke dingen doen, want alles wat er nu op staat wil ik graag behouden. Het is een zegellood of een lakenlood. In ieder geval lekker groot, dus daar mankeert niks aan. Leuke eerste vondst, absoluut. It's a very nice find. Nou, volgende vondst, weer een leuke vondst. Ja, een tin soldaatje op een paard. Ik kan het niet zo heel goed zien, maar dit is het paard en dit is het soldaatje. En zowel het paard als de soldaat missen zijn hoofd. It's a tin toy soldier. Hey. A tin toy soldier. This is the horse, this is the soldier. And both are missing the head. But it is one. And this is one of the older ones. Because it's very thin. Nice, like it. I love those toys. Knoopje van de Nederlandse spoorwegen. Tenminste, dat denk ik als ik het zo zie. Je kan nu heel slecht zien hoor, maar er staat hier een trein op. Hier een rookwolkje. It's a button from the railway. Oh, there goes all the patina. Well. It's a button from the railway. If I have a lot of those buttons, so I can do this. It's no problem. Now you can see it better. There's a train on it. We call it in Holland a stoomlocomotief. And they're from the 1800s. That's always the case. If you find something, you don't have it on camera. Yes, when you do a live dig, you won't find something. It's always the same. Ah, there you got it. There you go. Was it worth it? Was it worth it? No. Well. It's a ring type. Oh, it's a, that's a nice find. Yeah. It's you know what it is? Looks like a toothpick to me. Yeah. Well, it's to unbottle a wine bottle. Oh. Okay. For the cork. Screw, yeah. Yeah, a corkscrew without screw. Well, that is good. Yeah. Dat is een nice find. Ik heb hier een handje gevonden, of een armpje. En er zitten vingertjes aan. En het leuke is, hier zit nog wat. Dus ik hoop dat de rest van het poppetje hier zit. So I found an arm with a hand on it. And here in the corner, there's still something. So I'm gonna dig it out and I hope it's the rest of the poppet. Nou, hoe leuk is dat? Dit is toch echt wel een Nederlandse vondst. Het lijkt wel een Volendammetje. Heel leuk. Kijk, dat is altijd leuk hè. Als je een gat openmaakt, ja, je vindt een gesp. Nou, die vind je wel vaker. En dit kom je ook wel vaker tegen, maar die combinatie die is gewoon heel erg leuk. Want als je dit soort potterijen vindt, ja, dan zit je gewoon op de goede weg. Dan weet je dat je op de goede plek zit. En om het nog maar af te maken, doen we er nog een Toy Soldiertje bij. Een Toy Soldiertje. Paul was asking what kind of settings I'm using. Well, I'm using the Toy Soldier setting. Yeah. Yeah, that's why they call me the Toy Soldier. Cheers. Cheers. We're having a good day. I never eat that luxury on the field. Oh, really? No, I only have a cookie with me or a bread with cheese. But not this is a half buffet. All right. We're having a good time. Well, thanks Paul. Ja. Op een lege maag kan je natuurlijk niet zoeken, dus er moet wel even wat gegeten worden. En Paul heeft lekkere broodjes meegenomen. Dus ik zeg, we gaan even eten. Well, so far with the live digging. Oh, you actually live digging this one? Not anymore. It wasn't worth it. Hey, Paul. I saw you waving. What do you got? I got a gold ring. You got a gold ring? Yeah. Let's show it. All right, hold on. Whoa, nice! Woo-hoo-hoo! You're quite the host. I will see it. Quite the host to bring me on the goal. Yeah, Paul is over there. Over the other side. Paul is helemaal aan de andere kant en die heeft dus een gouden ring gevonden. Dus ik ben heel blij voor hem. Echt top. Top. Super gaaf. Maar we gaan hem natuurlijk niet via de telefoon laten zien. Ja, nu even. Maar straks gaan we natuurlijk wel eventjes in het echt bekijken. So, you're staying there or you're coming over here? Well, I think I might look around here a little more. That's okay. Good. I will see it. I will see it. I'll work my way over there. Yeah, I will see it soon. Go for a hunt. Okay, sounds good. Doei. Hey. Bam. No mark in it. No marks in it? No mark in it. Or there may be a mark right there. I missed it. No, yeah, it's on the outside here. Oh. I think, yeah, I think those are the marks. Yeah. The marks are on the outside. Yeah. Cool. Cool. Congratulations. Thanks. It's a real good find. Vanaf dit moment zal mijn geluid anders zijn, want mijn microfoon is eruit. Hij is leeg. Ik was was vergeten om hem volledig op te laden. En ik dacht dat ik het wel zou redden, maar mooi niet dus. Ik heb een raampen gevonden. Lekker ouderwets, no nonsense. Kijk, de dag is natuurlijk niet compleet als je geen hondenpenning gevonden hebt. Hondenpenning Amsterdam. Ja, de datum kan ik nog niet zo goed zien. Die zal waarschijnlijk aan deze kant en aan deze kant staan. Leuk. Hondenpenningkie. Nou, dit kan verschillende dingen zijn. Het kan een netverzwaring zijn. En het kan een klokgewicht zijn, want hier zit een oog. En het kan een gewicht zijn van een grote weegschaal. Ja, het is van lood en in die periode, 1800, werd heel veel van lood gemaakt. Het was goedkoop en makkelijk te maken en het woog lekker veel. Dus ja, een gewicht. Kijk, dit zijn toch altijd nog wel weer leuke vondsten, hè? Ja, of het nou een knopje van een lade is of van een dekseltje van een pot. Ja, zeg het maar, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een gebruiksvoorwerp geweest. En het past helemaal in het straatje van deze stort. Well, normally I close the video on the field and then I say bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. But now we had so long searching, we were hungry. Dus Wilma, die heeft een lekker maat. She cooked a wonderful meal. She cooked a wonderful meal for us. And then we closed the video. So, vond je deze video nou leuk? Dan zeg ik, doe even een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie de volgende keer.